Boerinnen in actie tegen dure groenten. Poepluiers krijgen in Nijmegen een nieuw leven. En politie zoekt getuigen van schietpartij in Hatert. We merken allemaal wel dat alles tegenwoordig duurder wordt. Ook het dagelijks eten in de supermarkt. Zelfs groente is inmiddels 2 keer zo duur geworden. Desondanks vinden tuinders Vera en Fernande dat iedereen wel gewoon gezond moet kunnen eten. Daarom zetten zij zich in voor het verbouwen van betaalbare groenten. Kijk, hier hebben de reetjes aangegeten. Hier, en hier is het hartje er al af. Tuinders Vera en Fernande steken de handen uit de mouwen op het heerlijke land. Een zelfoogst moestuin waar iedereen mag oogsten. Er valt een hoop werk te verrichten. Er zijn wel 200 verschillende gewassen te vinden. Hier zie je nog de boerenkool van het afgelopen seizoen. Hier hebben we dan de winterpostelijn. Daar heb ik wat van oogsten. Ja. En hier mogen de oogstdeelnemers dus ook zelf van oogsten. En dat is precies waar deze tuin voor is bedoeld. Mensen hun eigen voedsel laten oogsten. Vera en Fernande hebben deze tuin vorig jaar overgenomen met een duidelijk streven. Ja, we willen graag een meer diversere groep oogstdeelnemers bereiken. Zodat mensen voor wie biologisch voedsel vaak ontoegankelijk is, die dat wel hier kunnen komen plukken. Voedsel uit het heerlijke land is een stuk betaalbaarder dan voedsel uit de supermarkt. Zij moeten het verpakken en verplaatsen en daarom is het natuurlijk allemaal wat duurder. En hier komen de mensen het zelf oogsten, dat is het grote verschil. Dus vooral omdat dit de kortste keten is die je maar kan hebben. Er zitten geen distributiecentra tussen, geen winkels tussen. Dus de burger die koopt direct van de boer en het geld stroomt niet weg. Als jij in een supermarkt koopt, dan weet je eigenlijk niet precies waar je geld terechtkomt. En hier weet je precies waar het terechtkomt. Om de tuin toegankelijk te houden voor alle deelnemers wordt er gebruik gemaakt van een zogenoemd solidair betaalsysteem. Het voedsel wordt verkocht via plukabonnementen. De prijzen, die bepaal je zelf. Hiermee willen de ondernemers de gezondheidskloof verkleinen. Goed voor de mens, maar ook voor de natuur. Niet de bodem uitputten, wat reguliere landbouw vaak doet, maar juist de bodem beter maken, het bodemleven voeden. Deze maand en in april en in mei staan er open dagen op de planning. Vera en Fernande hopen nog veel meer te bereiken met het heerlijke land. Om zoveel mogelijk mensen om mijn poten goed te laten eten. En daarmee dus ook bij te dragen aan een goed klimaat, een fijne leefomgeving en lekker eten. En daarbij om een mooie gemeenschap te creëren op het land. En je ziet daarmee echt dat er heel verschillende mensen die elkaar misschien anders niet tegen zouden komen, hier wel elkaar tegenkomen. En ik vind dat altijd heel mooi om te zien. De waanzinnige berg Luiers recyclen. Dat gebeurde al in Bergendal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen. Daar komt Nijmegen nu bij. Bijna 10% van ons restafval bestaat uit vieze luiers. Maar recyclen gebeurt nog maar weinig. Voor al die vieze luiers is veelal maar één bestemming. De verbrandingsoven. Bij afvalverwerker ARN in Weurt staat de enige recyclingsinstallatie van Nederland die luiers kan verwerken. In de meeste gemeenten wil het maar niet van de grond komen, want kostbaar. Maar in het Rijk van Nijmegen zijn ze verrast door het succes. Eigenlijk al onze verwachtingen zijn overtroffen, want het is hartstikke populair. Het wordt heel goed gebruikt door alle inwoners. En dat levert een waanzinnige berg vieze luiers op. Al bijna 1000 ton in 1,5 jaar. In het eerste jaar was het 220.000 kilo. In het afgelopen jaar 860.000. En dat gaan we dit jaar met Nijmegen erbij overtreffen. Dat zijn heel veel volle vuilniswagens. Nou, er gaat zo'n 11.000 kilo in een vrachtwagen. Dus dat zijn 78. Bij de ARN in Weurt gaan ze met die vieze luierberg aan de slag. Om het even een beetje simpel te houden, ze maken dat ontzettend heet. Ze maken daar een hete soep van. Uit die poepsoep van 250 graden komt uiteindelijk hoogwaardige kunststof tevoorschijn en de plas en poep wordt biogas en daarmee elektriciteit. Van het gerecycled plastic kun je parkbankjes, autobumpers of zelfs een compleet huis bouwen zoals ze langs de Rijn tussen Arnhem en Oosterbeek al gedaan hebben. En de berg vieze luiers, die groeit alleen maar. Ja, dat is aardig wat. Dus ik denk een paar van die zakjes in de week en dan zit je vuilniszak zo vol normaal gesproken. Ja, dus niet alleen goed voor het milieu? Nee, ook goed voor de portemonnee. Hoe meer je scheidt, hoe minder restafval je hebt. En restafval kost geld, dus daar hier bespaar je ook echt mee.
Zometeen in het RN7 regionieuws. Volgende week organiseert studentenvakbond Accu een protest in Nijmegen. Waarvoor ze protesteren en waarom dit nodig is, dat zie je zo. De staking in het streekvervoer raken scholieren en studenten hard. De Radboud Universiteit raadt studenten aan om de nacht voor de tentamen in Nijmegen te overnachten. Vanaf 20 maart zijn er tentamens op de universiteit. Dit is een belangrijke week en studenten worden geacht gewoon aanwezig te zijn, staking of niet. Om het leed van het uitvallend vervoer toch wat te verzachten, kunnen studenten en medewerkers op stakingsdagen gratis parkeren op de campus. De politie is op zoek naar getuigen van een schietpartij die afgelopen zaterdag in de Nijmeegse wijk Hatert zou hebben plaatsgevonden. Rond 2 uur 's middags kregen zij een melding dat er geschoten zou zijn aan de tak van Poortvlietstraat in Nijmegen. Toen ze ter plaatse kwamen, bleek er niemand gewond te zijn. Vermoedelijk is er wel geprobeerd om te schieten, maar is dit niet gelukt. Kort daarna is er een verdachte aangehouden, een 24-jarige man uit Nijmegen. Er is nog geen vuurwapen gevonden. Het motto Old City, Young Vibe heeft Nijmegen vooral te danken aan de grote hoeveelheid studenten. Helaas zijn er veel te weinig kamers beschikbaar om alle studenten een onderkomen te bieden. Studentenvakbond Accu protesteert volgende week vrijdag voor dit probleem. In Nijmegen zijn er steeds meer kamerzoekenden, maar veel te weinig kamers. Studentenvakbond Accu gaat in protest. De situatie verslechtert volgens de bond in een rap tempo. Ik heb zelf voor een tijdje medestudenten moeten huisvesten in een kamer van 11 vierkante meter. Nou, dat is niet ideaal. Ik heb vrienden die daadwerkelijk dakloos zijn geworden, op een bank hebben moeten slapen, naar campings vertrekken, in een auto verblijven. Accu spreekt zowel de gemeente als woningcorporatie SSHN aan. Daarnaast vindt de bond dat ook andere partijen verantwoordelijkheid moeten nemen. De universiteit, de hogeschool moeten ook gewoon nooduitvesting bieden. Er wordt tot nu toe vaak naar elkaar gewezen. De universiteit wijst naar de gemeente wijst naar de woningcorporaties. Het is een probleem dat ze allemaal bij nodig hebben om dit op te lossen. Dus daarom gaan we op protest. Voor internationale studenten is het nog moeilijker aan een woning te komen. Ze krijgen een short stay contract. Dat is een huurcontract van een jaar. En hun argument is dat binnen een jaar zo'n internationale student een netwerk kan opbouwen en zo iets ergens anders in Nijmegen kan vinden. Nou, dat lukt gewoon niet, want in de particuliere sector zie je vaak dat in advertenties worden no internationals vernoemd. Mensen willen niet met internationale mensen wonen, worden gediscrimineerd. Dus internationale studenten zijn afhankelijk van een huisvester als SAN, maar die bieden gewoon na dat jaar niks meer aan. Een van die internationale studenten is Leonard. So I'm currently looking for a new room or a new place to stay for now. Specifically because of the living conditions at SSHN facilities. My floor is struggling with bed bugs since, for example, I think like 1.5 years at least, but the problem is I think older, but since then I am witnessing it as well. And for at least 1 month now, I myself am struggling with it because it has spread to my room. But the best solution is to find a new place, I guess. Yeah. But that's difficult for you. Can you explain why? Yeah, the only options you really have is either the lottery or trying the private market, and otherwise it's all pretty much like you know someone who knows someone, which is usually the last solution you come up with. The lottery is with like being there so many students incredibly hard. Like sometimes certain places have like up to, I don't know, 70-100 people applying for one room, and your chances are very low. Ja, dan kijken we weer even naar wat de gemeenten in onze regio op de sociale media te melden hebben. Gemeente Nijmegen meldt op Facebook dat Vennezaad de cultuurstimuleringsprijs Stad Nijmegen 2022 zal krijgen. Als spil van veel culturele initiatieven, exposities, schrijver en criticus maakt ze Nijmegen interessanter en leuker. Donderdag hoorden ze dit nieuws van wethouder Noël Vergunst. Later dit jaar zal ze de prijs krijgen. En de gemeente Wijchen laat weten dat ze sinds 1 maart meer dan 70% van de bermen in het buitengebied ecologisch beheren. Dat betekent onder andere dat er anders en minder vaak wordt gemaaid. Het gras in de bermen blijft hierdoor voor een langere tijd hoger. Hierdoor groeien daar meer soorten bloemen en planten en zie je meer insecten. En de gemeente Overbetuwe roept via Instagram op om mee te doen aan de landelijke opschoondag en die is op zaterdag 18 maart.
Op deze dag kunnen inwoners helpen hun buurt op te ruimen. De gemeente zelf zorgt voor de benodigdheden zoals afvalgrijpers en zal achteraf ook de volle vuilniszakken weer ophalen. En dan sport. NEC speelt zondag uit tegen Ajax. De Nijmegenaren wisten daar nog nooit te winnen in de Johan Cruijff Arena. Toch was dat niet het gesprek waar het vandaag over ging. Want vorige week is er gesproken tussen NEC en trainer Rogier Meijer, van wie het contract in juni afloopt. Ze willen graag beide met elkaar door. Technisch directeur Carlos Albos bevestigt dat en zegt dat de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is. Dat is niet dat ik dat nu zeg maar 100% keihard ja op kan antwoorden. Alleen we hebben allebei zeg maar de positieve intenties uitgesproken aan de hand van het gesprek van afgelopen week. En het hoe en wat, hè, dat moeten we de komende weken nog gaan invullen. Want je kunt wel wat afspreken, maar goed, hè, we moeten duidelijk ook aangeven zeg maar, vanuit evaluatie en verbeterpunten, hè, wat dat dan ook is. Maar uit de evaluatie komt naar voren nou, dat Rogier prima presteert. En dat het ook nog een trainer is zeg maar, waar rek in zit, maar nog potentieel in zit. Hij is natuurlijk ook nog een vrij jonge trainer in principe. Hè. Dus 3 jaar nu zeg maar, bij NEC hoofdtrainer. Absoluut nog mogelijkheden om te ontwikkelen. En wij vinden als club dat je ook daar een trainer in moet helpen. En ja, van daaruit hebben we in ieder geval positieve intenties aan beide kanten. Nee, dat zie je ook vaak. Technische directeur, daar moet ook een trainer bij passen. Dus Rogier past ook wel een beetje bij jouw plan. Dat klopt, ja. Want ja, wij zijn nu zeg maar, ook de afgelopen maanden ben ik ook aan het kijken en aan het zien hoe we zeg maar, ons programma kunnen verbeteren. Hè, want dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Want zeg maar, buiten het presteren, hè, wat we in de Eredivisie willen doen, is ook een opdracht, is waarde creëren. Nou, en hoe gaan we dat doen? Hè? En daar heb ik ideeën over. En daar hoort een programma bij. Nou, en dat zijn punten die je met elkaar bespreekt. Het is volgens mij ook wel een beetje een unicum als een trainer zo lang bij NEC blijft. Want het was altijd zo'n club waar een trainer dacht, als ik hier aan begin, dan zit ik voor de kerst weer thuis. Nou, dat is misschien ook wel een goede verandering zeg maar binnen de club. Je ziet ook stabiliteit zeg maar, in de raad van commissarissen. Er is duidelijkheid zeg maar, vanuit zeg maar, de kant van Marcel Boekhoorn. Wilco van Schaik is al lange tijd hier. Ik heb voor lange tijd getekend. En ik weet dat stabiliteit is ook een van de factoren die kan leiden tot succes. Ja, het weer dan. Het was vandaag nog een prima dag met een afwisseling tussen zonnige periodes en wat bewolking. Morgen verandert dit en hebben we nog maar met één type weer te maken en dat is bewolking. Blijft morgen namelijk bewolkt. Hier kan ook lichte motregen uitvallen, maar veel zal dat nog niet zijn en het wordt morgen een graad of 7. Zondag wordt een meer wisselvallige dag. Met lichte buien en droge perioden. De zon zal er helaas niet meer aan te pas komen. En ook is het vrij koud met temperaturen die gevoelsmatig rond het vriespunt liggen. Ook in de nieuwe week blijft het wisselvallig en blijven we met de nodige winterse buien te maken houden. Ja, en dit was dan weer het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update met daarin de trainer over Ajax, Jasper Sillissen over Oranje. En wij zijn er maandag weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en een fijn weekend.